een gameplay van een game aan het checken die helemaal niet op mijn radar stond. En dan kwam een van onze stagiaires, Enzo, die kwam mee. Een game heet Agony. Wordt gemaakt door Mad Mind Studios. En het schijnt dat daar allemaal mensen werken die ook flink wat werk hebben verzet aan bijvoorbeeld The Division en The Witcher 3. En het, Jezus Christus, het goor. Goor. Het is een game die zich afspeelt in de hel. Wat natuurlijk helemaal in mijn straatje is. Het deed me in eerste instantie, de trailer deed me in eerste instantie denken aan een beetje God of War of Dante's Inferno, die ook dat aspect probeert aan te grijpen. Het doet me ook een klein beetje denken aan Doom. Maar het doet me vooral ook denken aan Amnesia. Wat gewoon, ja, een soort van de angst van, wow, je ziet daar je hand ofzo. Dat is sick. Een soort van de angst dat om elk hoekje kan iets zitten en met name natuurlijk als je in de hel bent. Maar ik moet zeggen dat de sfeer tot nu toe me echt heel erg aanspreekt. Wow, er zijn allemaal tekst op de muur ook. Dit is een vrij goede representatie van hoe ik de hel ook voor me zou zien. Maar ik wil wel wat actie zien. Ik wil een schrikmoment. Oh. Staat daar een beest? Sick. Je hartslag gaat ook omhoog. Dit is gewoon Amnesia, man, maar dan in de hel. Op het moment dat je gespot wordt, dan wordt het beeld een beetje grijs en dan gaat je hartslag natuurlijk omhoog. Dat is ook fucking eng als je gespot wordt. Oh ja, wat doe je? Nu is je vuur weg. Oh, die pak je gewoon op natuurlijk. Ja. Oké, er zit daar niks. Spiegel. Spiegels zijn altijd een slecht idee, man, in een horror setting. Oké. Het doet me ook een beetje denken aan die film As Above So Below op de een of andere manier. Burn it. Brandende braamstruik. Bots. Symboliek, alles. Oh. Oh jee. Oké. Ja. Gooi je fakkel weg. Blijf zitten. Tieten. Zitten tieten in de gameplay. Demonen tieten. Dit doen we dan weer denken aan Silent Hill / The Last of Us, die klikkers uit The Last of Us, die maakt ook zo'n geluid. Hard. Oké. Wow, kleurtjes. Glitters. Is het doel ontsnappen uit de hel? Is het doel de hel overleven? Duik erin. Spring. Wow, de gravity verandert gewoon. Sick. Er is helemaal geen gravity in hel misschien. Het is wel een aards concept is dat eigenlijk, zwaartekracht. Ik denk dat de hel geen zwaartekracht heeft. Niet in die zin. Ga je heen? Nee, ga toch weer terug. Oh, ja. Het is een voortplantingsbeeld is dat. Weet ik gewoon. Deze guy heeft er niet goed van afgebracht. Kun je wel zien. Ik wil nog steeds meer acties zien. Oh, wat is dat? Wow. Oké. Oh, no way. Oké. Kut. Dat mag nog niet zien.
Ja. Wow. Satan. Het zou ook zo met een trailer voor elke willekeurige doom of sludge metal band kunnen zijn, out there. Demon Dragon. Hard. Oh, but wait, there's more. Ja, dit is gewoon de trailer, denk ik. Ja. Vet. Alright, die moet dus in 2017, als ik het goed zeg, moet die in 2017 uitkomen. Voor de next gen platform. Ik moet zeggen dat met name dit stijltje, dat wij het echt heel goed benadrukken. En ik denk dat Mad Mind Studio letterlijk dat is. En het zijn allemaal gestoorde gasten. Die nogal fucked up in de head zijn. Maar het ziet er wel tof uit. En als hij uit is, dan ga ik hem zeker checken. Maar dit is gewoon iets waarvan ik vond dat het ook een beetje op jullie radar moest staan.